Samen beter, beter samen. In dit programma zetten we jeugdhulp en jeugdbescherming in de spotlight. Drie duo's bestaande uit een jongere en een jeugdprofessional krijgen een podium om te vertellen over hun klik. Wat doet jouw professional dat jou helpt? Vandaag vertellen ze hun verhaal aan een professionele jury. Dit is Samen beter, beter samen. Mijn naam is Wietse de Jong. Ik ben beleidsmedewerker bij de gemeente Utrecht. En ik ga vandaag letten op of de jongere blij is met wat er gebeurt. Ik ben Carlijn Doornbos van Team 050 uit Groningen. Ik ben hier vandaag als jeugdprofessional en ik werk als gezinscoördinator en gedragswetenschapper. En ik ga vandaag vooral letten op de match tussen de begeleider en de cliënt. Ik ben Hans de Vries. Ik ben beleidsmedewerker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haan en omstreken. En ik let er vooral op of mensen echt luisteren naar de gezinnen en jongeren waar ze mee werken. Mijn naam is Ingrid Rebel. Ik werk bij het dagelijks bestaan. Ik zit daar in de dagelijkse leiding en vanuit die rol ga ik kijken wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Mijn naam is Bo, ik ben 22 jaar, student pedagogiek en daarnaast ben ik ervaringsdeskundige. Waar ik vooral op ga letten is hoe de koppels tegen elkaar aankijken en hoe ze met elkaar omgaan. Namens 1050 uit Groningen, Lenny en Pieter. Dit is Lenny, dat is mijn begeleider. Hij is heel behulpzaam en ik speel ook met hem Pokémon en ik win heel veel van hem. Dit is Pieter, hij is 16 jaar. Ik ben zijn begeleider. Pieter is erg enthousiast over games en Pokémon. Wij spelen ook samen Pokémon en ik win altijd van hem. Echt niet. Heren, welkom. We zijn erg benieuwd naar jullie verhaal. Het eerste punt was zeg maar om Pieter te laten sporten of een andere activiteit te doen. Want wat deed je ervoor altijd? Heel veel? Game op mijn kamer. Precies. Okay. En dat vonden ouders niet zo leuk, zeg maar. Toen gingen we naar buiten om Pokémon Go te doen op de fiets. Toen heb ik mijn oude school laten zien en heb ik hem wat van haren laten zien, waar alles is. En dat heeft Pieter dan misschien niet altijd door, omdat we zo heel druk bezig zijn met Pokémon. Maar dat levert wel gewoon mooie, leuke gesprekken op eigenlijk. En dat zorgt er wel voor dat ik dan Pieter beter leer kennen en Pieter mij ook. En daarnaast, omdat ik dus zelf helemaal in de Pokémon zit, sluit ik best wel aan bij de belevingswereld van Pieter. Waardoor het best wel gewoon een goede match is. Ik vind het heel mooi om te zien hoe jullie eigenlijk je gezamenlijke interesse, zoals bijvoorbeeld het Pokémon, gebruiken om eigenlijk aan de doelen te werken in de begeleiding. En ik denk dat dat ook juist volgens mij voor een hele goede klik zorgt tussen jullie. Namens de La Salle uit Bokstol, Jeroen en Frits. Dit is Jeroen Eikmans, die komt uit Bokstol en dit is mijn begeleider. Een hele aardige begeleider. Dat meende. Eigenlijk niet, maar jawel. Dit is Frits van Leijsdonk. Ik ken Frits al best wel lang. Frits is druk bezig met zijn eigen appartementje aan het verbouwen. En soms knutselen wij ook samen aan zijn nu te bouwen appartementje. Ziet goed? Ik zit lekker. Ja, en kun je uitleggen, Frits, hoe wij dat dan doen met elkaar? Hè? Dus geen keukentafelgesprekken, niet tegenover elkaar, maar hoe doen we het dan? Mm-hmm. Dingen doen en dan tegelijkertijd praten. Uh-huh. Als je dan aan het darten bent, dan ga je tussendoor een beetje met elkaar in gesprek. Uh-huh. Maar dan blijf je toch dingen doen. Okay. En is dat voor jou dan makkelijker om te praten? Ja. Ik heb liever iemand waarmee je dingen gaat doen of ondernemen, dat je dan je verhaal kwijt kan. Ja. In plaats van dat je tegenover elkaar zit en serieuze dingen moet doen. Dan ben je toch weg en dan kan je toch je verhaal kwijt. Tenminste, ik wel. Jij komt al heel lang bij ons thuis. Mm-hmm. Je vertelt dingen wat er bij jou thuis is. Mm-hmm. Dus dat is ook wel het fijnste. Doordat ik dingen tegen jou vertel, kun je ook dingen tegen mij vertellen. Ja. En wat doet dat met jou als ik dingen over jou vertel? Ja, goed. Oh ja, want laatst, weet je nog, hè, was thuis niet zo fijn en lekker. En we gaf jij, had ik weer ruzie thuis. En wat gaf jij mij toen voor advies? Dat je geen ruzie moet maken. Nee, en wat nog meer? En dat je gewoon een romantisch avondje ervan moest gaan maken. Ja, en wat moest ik dan doen, zei je? Kaarsjes neerzetten en een fles wijn. En het is gelukt ook, hè, Frits? Ja, dat heb ik ook laten weten, hè? Ja. Ik denk, tof, man. Wat ik jullie hoorde zeggen, is dat jullie elkaar heel goed kennen. En dat het niet eenzijdig is dat de begeleider alles van jou weet, maar dat jullie het leven samen delen.
In andere gezinnen waar ik kon, zeg ik ook altijd van ja, ik wil ook over mezelf vertellen. Want tenslotte kom ik ook bij jullie binnen, waardoor ik ook heel veel van jullie weet. Nou ja, en Frits en ik, die, ja, ik wil niet zeggen dat we alle geheimen delen, maar ik weet wel heel veel van Frits en Frits ook van mij als hulpverlener. Namens het dagelijks bestaan uit Zutphen, Joost en Fiona. Nou, dit is Fiona. Fiona is bijna 28 jaar, woont in de Hoven. En ja, is gewoon fijn iemand om mee te zijn. Houdt ervan om mee te sporten en gewoon lekker actief te zijn in de groep. Nou, dit is Joost. Joost is 19 en woont in Zutphen. Joost is slim. Joost is grappig. Joost is net zo zenuwachtig als ik. Dat sowieso. Welkom, dames en heren. Wij zijn heel benieuwd naar jullie verhaal. Waarom ik het heel aangenaam vind om Fiona als mijn coach te hebben, is omdat één, er voor mij nog een vertrouwensband is. Dus gewoon iemand waar als ik ook maar met iets vastloop, ik dat bij haar kwijt kan. En dat dat serieus genomen wordt. En dat ik daar ook gewoon een eerlijke reflectie in krijg. En dat is gewoon een bepaalde eerlijkheid die ik persoonlijk heel erg waardeer. En even zo tussen ons is het aangaan van de dingen. Daar ben ik heel trots op jou, want hij heeft zulke hoge eisen. En als hij in het doen komt, dan ga je. En waar dan eerst iets totaal onoverzichtelijk is en ik weet echt niet wat ik ga doen in de toekomst, op het moment dat je dat gewoon helemaal loslaat, en jij dat helemaal loslaat, en maar ik dat ook helemaal loslaat, en gewoon hem begeleid op de dagdagelijkse dingen en gewoon de week doorkomen, dan zie je een paar weken later dat er ineens een gigantisch toekomstplan ligt, gewoon omdat je er aan toe bent. En dat vind ik een van de leuke dingen in onze begeleiding, dat het zo werkt. Wat ik bij Fiona zoek, is dat zij mij helpt om de juiste vragen te stellen aan mezelf. Van, hoe kan ik het beste uit mezelf halen? Hoe kan ik groeien in een situatie? En ook misschien, hoe is iets gewoon goed genoeg? Hoe kun je het uithouden zoals het is, in plaats van dat je altijd overal het beste uit moet halen? Precies. Ja. Nou, wat ik heel erg mooi vind aan jullie verhaal is dat ik je eigenlijk op geen enkel moment het over een protocol of een methodiek heb gehoord. Hmm. En dat je heel erg kijkt naar waar heeft Joost behoefte aan en hoe kunnen we samen kijken naar waar hij aan wil werken en hoe hij verder wil komen, zonder dat het heel erg vanuit jouw gedachten daar naartoe gaat, zeg maar. Ja. En dat hem ruimte geeft om vertrouwen om die stap te maken en te groeien. Fantastisch. Wat is jullie nou opgevallen in de drie verhalen die we hebben gehoord? Dat is toch ook wel verschillend. Ja. Nou ja, die gelijkwaardigheid vind ik wel belangrijk. Dat je samen oploopt. Ja. Vooral het luisteren naar wat iemand graag wil en daar samen aan werken. En niet inderdaad tegenover elkaar, maar juist met elkaar verder komen. En ook gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Iedereen heeft zijn eigen valkuilen en positieve dingen en talenten. En die ook gewoon naar boven halen en daar extra op insteken. Nou, volgens mij zijn we eruit dat er een paar belangrijke dingen zijn in het begeleiden van jonge mensen. A, dat je jezelf mag zijn daarbinnen. Dat het mensenwerk is. Dat er sprake is van gelijkwaardigheid. En dat er sprake is, hoorde ik jou ook nog zeggen, van gezamenlijke interesse. Want dat maakt de klik. Zodat de jongere er beter uitkomt dan dat hij erin is gegaan. Er waren een paar momentjes waar ik zo'n kippenvel kreeg bij het kijken naar de andere verhalen, of luisteren naar de andere verhalen. En een dag als deze licht die positieve dingen ook uit. En vooral de samenspraak vind ik ook met elkaar vind ik ook ontzettend mooi om te zien. Waar ik heel blij van word, zijn juist de meest kleine dingen een hele grote impact maken. Maar ze hadden eigenlijk dezelfde basis. En dat is denk ik het feit dat zij maatjes waren van elkaar. En een jongere leert ook het meeste als die matcher is met zijn begeleider. Ja. Want is die matcher niet, dan leer je gewoon veel minder. Ik zou zeggen van geef die professional vooral nou de ruimte. Want dat weten ze best wat goed is voor de ander. Nog steeds heel belangrijk is om goed om je heen te kijken en ook kennis te hebben van wat er elders gebeurt. Want dat
doe je als je bij de gemeente werkt soms wel eens even net niet genoeg misschien. Ik zou vragen of andere professionals eigenlijk één ding of uit de verhalen van de jongeren of van de begeleiders willen halen om dat morgen al toe te passen in hun werk.